De ploeg van trainer Pieter Mulders is juist in topvorm, al 14 wedstrijden niet verloren, in 2016 zelfs nog ongeslagen. Kortom, geen reden voor de trainer om te wisselen. Er is Mike van der Ban weer op de bank. En deze Rachid El Yacoubi met de eerste leuke actie van de wedstrijd. Gewoon aan de linkerkant in de basis. Kwartwedstrijd gespeeld. Gaat niet heel gemakkelijk voor de Koninklijke HFC. Het heeft moeite om de juiste spelers te vinden. Weinig ruimte op de flanken. Kastien nu wel met wat ruimte. Nou, probeer het dan maar een keer. Ja, waarom ook niet? Helemaal geen onaardige poging van Nigel Kastien. Als het aanvallend niet helemaal lukt, dan kan je een keer een poging van afstand wagen. Alami Arnag op de bank bij Maghreb 90. Goede bekende natuurlijk in de provincie. Oud-trainer van onder meer Tjabab. Assistent geweest bij Telstar. Donny Verdam. Als veel spelers van de Koninklijke dan voor doel staan, is er ruimte voor Maghreb 90 in de counter. Ook voor het eerst deze wedstrijd, want ze beperken zich vooral tot verdedigen en voorzichtig aan te vallen. Nu is er wat ruimte om misschien wat te doen met Smelts. Nog altijd, Smelts ziet Kalisse vrijstaan. Ja, toen hij nog het lichaam van een profvoetballer had, had hij wat meer met deze bal kunnen doen dan nu. Kansje dus voor de oudspits van onder meer Excelsior, FC Dordrecht en Sparta Rotterdam. Slordig balverlies dit van Haarmans. Kan Aanzien overnemen. Prijs laat Aanzien dan lopen. En dan is dit de eerste grote kans van de wedstrijd. Box red voor de Koninklijke HFC als Hassan Aanzien, oudspeler van Hollandia, er vandoor is. Het geeft wel aan dat Maghreb 90 aardig meedoet. En de Koninklijke HFC het moeilijk heeft. Dit is absoluut geen strafschop. Hoe graag Rachid El Yacoubi, Pieter Mulders, iedereen van Koninklijke HFC dat ook wil zien. Er is wel wat contact, maar veel te weinig. En dit is zeker geen overtreding. Blessuretijd dan van de eerste helft. El Yacoubi. Aan de linkerkant weggestuurd. Weer zo'n slechte voorzet. Tamir is misschien nog in de nastoot. Kastien. Dit is dan zelfs de beste kans van de eerste helft van de Koninklijke HFC. Het is niet goed, het is slecht. En dus komt in de rust Mike van der Ban van de bank. Hij moet wat meer creativiteit in het elftal brengen. Hij vervangt Haarmans. Voorlopig moet Koninklijke HFC eerst in de verdediging. Dit is Ouda met een paar aardige schijnbewegingen. Het schot is alleen zeer matig. Het gaat Ed richting de Spanjaard slaan. Smelt zijn Aanzien. Het is handig weggedraaid van Verdam. Nog altijd Aanzien. Sterk aan de bal. Aanzien die wijst dan en krijgt dan een pittige schop. Het leidt tot wat frustratie bij de spelers van Maghreb 90. En de aanleiding is een harde tackle van Donny Verdam. Hier goed te zien. Betekende frustratie in het elftal. De scheidsrechter doet het uiteindelijk af met geel. Dit is Kastien. Goed schot. Eerste redding van de wedstrijd voor de doelman van Maghreb 90, Antoine Gounet. Is dan al ruim een uur gespeeld. Opoku, ook maar van afstand, ja. Het is allemaal wel geprobeerd en leuk, maar van afstand, daar word je niet echt bang van. Dan denk je niet van, oeh, deze kan er echt in. Het moet een keer van dichtbij gebeuren. Van dichtbij moet die doelman onder vuur genomen worden, zoals hier met Opoku. Wat springt hij hoog. De kopstoot is krachtig. Maar op de lijn staat er Ismaël Sardi zijn doelman te assisteren. De beste kans was dit van de Koninklijke. Het is dan al in de 80ste minuut. Dit is helemaal kort voor tijd. De bal belandt bij Kalisse en die doet het heel fraai. Wat een tik is dit voor Koninklijke HFC. En wat een prachtige goal van Moussa Kalisse. Niet meer in topvorm, een klein buikje. Maar dit doet hij heel vrij staan. Dat natuurlijk wel. Heel knap, een feest bij de bezoekers uit Utrecht. Het is de slechtste uitploeg uit de topklasse, maar staat wel gewoon op 1-0 voorsprong in Haarlem. Het is dan blessuretijd. HFC gaat op jacht naar de gelijkmaker. De invaller De Bruin met de voorzet. Het is daar Tamires. Hij zoekt het doel te hoog en zo verliest HFC thuis van Maghreb 90. En is de eerste nederlaag van 2016.